Mark Vlek die heeft zich ook afgemeld. Keeper. Die is, wordt vervangen door Noppert. Ja, dat vind ik eigenlijk wel heel gek. Omdat Koeman wel heel reëel is. En trouwens, we hebben Noppert zelf gehoord. Fantastische gozer die heel zelfkritisch is. Maar Koeman heeft natuurlijk gezegd, ja, je zit niet lekker in je vel. Je keept niet goed, dus dan kunnen we je beter niet bij NL zelf te hand nemen. Heerenveen zei notabene nog van, nou, we geven hem ook even vrij. Kan hij even bijkomen van alles wat er blijkbaar gebeurd is. En dan moet hij maar weer de oude Noppert worden. En dan zit hij ineens wel weer bij Oranje. Wie had je dan opgeroepen? Nou ja, Bizot? Nou, dat klinkt als een beetje als een uitvinding nu. Hè, maar er zijn meer mensen die hier nu mee komen. Maar Marco Bizot, die bij AZ in die periode ook wel bij Oranje heeft gezeten. Kiept in Frankrijk. Bij Brest staat vierde in de competitie. Eén hoogste reddingspercentage van de hele Ligue 1. Tweede op de lijst van de clean sheets. Volgens mij alleen de keeper van Monaco die betere cijfers heeft. 32 jaar, ervaren, speelt al jaren in Frankrijk. Als je nu naar deze situatie kijkt, vind ik het veel logischer dat Bizot bij Oranje was gekozen dan Noppert nu terughalen. Terwijl je gewoon aan alles ziet en trouwens gewoon aan de fouten die hij maakt, dat hij nul zelfvertrouwen heeft. Dus keept er dit weekend wel weer iets beter, hè? Ja. Wat zou de reden dan zijn, denk je? Nou ja, niet zo snel spelers aan de ene kant willen laten vallen, Noppert. Ja. Niet zo snel spelers toch een kans willen geven die nog niet bij Oranje gezeten hebben. Dus toch wel een beetje het conservatisme door die selectie zoveel mogelijk waar het kan bij elkaar te willen. Houden. Maar zit daar dan ook iets goeds in, Ibrahim? Dat je toch even de Noppert de WK gekiept. Daarna inderdaad vaak in de fouten gegaan. Maar als je dan nu toch nog opnieuw een derde keeper moet oproepen. Ja, ik begrijp wel dat hij voor Noppert kiest. Het is toch een jongen die bekend is in de groep. En ja, toch wel belangrijk is geweest, ook op het WK. Goed WK gekiept. Hij heeft natuurlijk een mindere periode nu. En hij was ook terecht niet bij de selectie. Maar ik vind wel op het moment dat er dan weer iemand wegvalt, dat je hem erbij pakt, vind ik wel een logisch gevolg. Want je hebt al met Olij heb je al een debutant. En dan zou je gelijk met twee nieuwe keepers die er normaal gesproken niet bij hebben gezeten. Die zou je dan nu erbij betrekken. Ja, dus we hebben nu Verbrugge, Olij en Noppert. Wie moet er dan gekiepen? Vroegen we ook aan de kijkers thuis. Moet Nick Olij dan vrijdag onder de lat staan, de keeper van Sparta? 56% vindt van wel. Wie zou jij opstellen, René, als je bondscoach was? Goeie vraag. Ja, ik denk dat het lastig is, maar Nick Olij doet het nu heel goed. En volgens mij, als je trainer bent en bondscoach bent, moet je denk ik kiezen voor de spelers die in vorm zijn. En volgens mij is hij het nu in vorm. Ik ken niet op het moment Bart Verbrugge hoe die kiept. Het maakte vandaag weer een klein foutje, meevoetballend. Of klein foutje, hij maakte een fout, meevoetballend, waar een goal uitkwam. Ja, dat gebeurde hem laatst ook al. Stond wel in de basis. Hè, dit is wel een geweldige redding inderdaad, hè? Want je hebt erover, hij is in vorm. Maar dat laat hij dus inderdaad vandaag weer zien. Ja, het is ook mooi dat hij zich zo enorm heeft ontwikkeld. En als hij het goed doet, ja, dan is dat misschien op dit moment wel de beste optie. Pierre? Ja, nee, ik denk dat Verbrugge de eerste keus zal zijn. Olij heeft een fantastisch seizoen. Vorig jaar ook al. Mm-hmm. Is er toen ook niet bijgekomen. Ja, dan lijkt het me best vreemd dat hij nu wordt opgeroepen, dan ook ineens in het doel gaat staan. Maar wie zou jij erin zetten? Ik zou Verbrugge erin zetten. En jij, Ibrahim? Ja, ik zou ook voor Verbrugge kiezen. Je hebt toch al over een wat langere periode, ook op een hoger niveau, ook aangetoond dat het gewoon een prima keeper is. Zit nu misschien wel in een mindere periode. Maar ik vind niet dat je dan, als je een debutant oproept, dat je die dan ook gelijk voor de leeuwen kan gooien tegen een Frankrijk.